Is dit strafbaar? Poging tot. Yo, wij zijn Ponkers. En vandaag is weer tijd voor een nieuwe hashtag strijd. Bart en ik nemen het tegen elkaar op vandaag. Ja, je weet toch van die anti-diefstal poortjes bij de winkels, bij de uitgang. En dan als je daar doorheen loopt en je hebt niet afgerekend, dan krijg je zo'n alarm, gaat dan af. Nou, Noah en ik gaan tegen elkaar opnemen. We gaan kijken wie het meest het alarm kan laten afgaan in een winkel. Ik denk dat die beveiligers daar heel blij mee zijn, Bart. We zijn ook zo, ja, geweldig. Amen. Nou, laten we beginnen. Ik heb mijn winkel uitgekozen. Let the games begin. Succes. Dankjewel, ouwe. Nou, daar gaan we dan. Nou, Bart. Daar staat dus het winkelpersoneel. Binnen. Gelukkig is beneden de mannenafdeling, of boven is de women's, of zo. Nou, we gaan even de inventaris checken hier, dus zonnebril. Kijk maar. Oh, shit. Allemaal stoelen, shirts en zo. Nou, we gaan wel eens even wat uitzoeken, denk ik. Beveiliger in de building. Zo, maar zo, een white printje, kijk hoor. Oh. Ik voel me zo bad. Ik kom er inderdaad soms vaak iets te... Zie je, te dichtbij. Dus ik zal erop letten. Kijk, wat kan ik mezelf? Oh. Nou, ik kan mezelf erin zien, maar was niet zo. Oh nee, ja, we hebben daar zelfs... Oh, hier is een spiegel. Ja. Pardon. Oh, zo. Mag ik vragen waar u die camera vandaan heeft gehaald? Ik ben op zoek ook naar een camera. Sorry? Sony. En dan welk type? Oh. Welke type? Even kijken, kunnen een van jullie terug even komen? Hoi. Ja. Bent u van YouTube? Nee, sorry. Echt niet? Nee. Oh, lijkt me heel veel. Op wie lijk ik dan? Oh, pas op. Is dat jouw tas? Nee, mijn tas heeft. Nee, zeker? Oh, jawel hoor, is jouw tas. Oh, zie je? Het is jouw tas. Oh, het is mijn. Het is Dina. Oké. Ik moet even door, maar ik... Okay. Ik kwam even gewoon kijken, maar ik zal dat onthouden. Aha, een mystery shopper. Mystery shopper. Jij of niet? Nee, wat is dat? Okay. Oh ja, nee, ja, dat is als iemand zo komt kijken en nou ja, dan mag ik dan niet eens vragen eigenlijk. Knillen we fucken. Tegen de. Jongen, wat? Oh. Kun jij even aangehouden worden, weet je dat? Kan ik voor dit aangehouden worden? Echt aangehouden worden, want mensen, personeel komt speciaal naar hier. Ja. En hoe weet u dit dan? Omdat ik hier werk. Oh echt? Ja. Echt voor dit kan worden? Maar, ja, ik ben echt serieus. Maar wat is de boete dan? Want ik heb hem nog niet gestolen, toch? Ik van die schoenen iedere keer zelf. Ja, ik vind het piepje wel lekker klinken. Maar ik heb hem niet gestolen, zeg maar. Ik zal het alleen maar, ik wil het nog een keer doen, het is aan jou. Ja? Want als ik nu nog een keer doe, dan... Is dit strafbaar? Poging tot. Zie ik dus voor deze? Oké. Hoezo moet je nu weer zo snel weg? Je wilde niet even nog proberen? Oh nee, want ik moet gewoon weer door. Maar ik dacht, ik heb dit nog nooit gezien. Ik was gewoon op weg naar een vriend van mij, die woont daar. Oké. Maar ja, ik dacht, ik heb nog nooit gezien. Ik loop even binnen, ik kan nog wat tijd over. Oké, al gezellig. Oké, yes. Oké. Ik zeg jou nog fijne dag. Ja, dank je. Jij yes, ook. Ja, oké. Oké. Yes. Nou, doei. Zo moeilijk, jongen. Het is echt moeilijk. Moeilijk? Oké, okay, Bartje heeft het zwaar. Bart, oh ze kijkt, ze heeft het door. Even zwaaien. Hi. En ze denkt weg. Bartje stond net in de winkel met een chick te praten. Ja. Wat heb je daarmee gedaan? Nou ja, als je dat wil zien, check dan even de Ponkers Extra. Daar is alles uitgelegd. Jij hebt iets met haar gedaan. You dirty bastard. Ik zeg niet. Vergeet niet te abonneren op Ponkers, want we hebben 3 keer in de week een video. Komende zaterdag natuurlijk weer een nieuwe hashtag geinig. Abonneer dus. En vergeet zeker dus niet Bart zijn ding te kijken. Ah!